Dat is even een overwinning, maar die gele kaart, ja, daar moet toch een woordje uitleg bij. Ik kreeg de opdracht van de voorzitter om geel te pakken, mijn derde geel van het seizoen. Dat ik binnen 2 wedstrijden geschorst ben. Ja, die zijn tegen een lagere geplaatst, ja. Volgens mij zelfs de laatste, denk ik dan. Ja, dat is eigenlijk uitgerekend geel dan. Ja, inderdaad, dat is zeker en vast. De wedstrijd vandaag was vrij fysiek, hè? 5 of 6 gele kaarten. Het was hard. Het was redelijk hard, maar ja, het is dan ook een derby. Dus ik denk op de scherpste aan de snee denk dat het een goede match was. Ja, en eigenlijk met een beetje een B-elftal van jullie. 5-3 gewonnen tegen de andere playoff-kandidaten. Dat is goed voor die toekomst. Met een B-elftal zou ik niet durven zeggen. Ik denk alleen Hisham was er niet bij. Dus ik denk dat we voltallig waren. Ja, de keeper was er ook niet bij. Ja, die stond met pannen ergens in Roeselaar, denk ik. Ja, dan die halve finale van die beker. Met de coach net ook gesproken. Het is opnieuw tegen dit Puurs. Inderdaad, dus weer een derby over 2 matchen, dus er zal iets tactischer gespeeld worden. Ik denk dat we thuis beginnen, dus dat wordt iets tactischer spelen dan vandaag. Ja, een oproep aan de supporters, want een vol huis moet dan hier zijn. Ik hoop het wel, het is altijd leuk natuurlijk als er veel volk is. En zeker tegen Puurs is het altijd een mooi match. Ja, het zaalvoetbal is minder bekend, hè, in België. Het is meer die voetbal die er bovenuit steekt. Maar we hebben, wat we vanavond gezien hebben, is toch wel om vingers van af te likken. Ja, ik denk dat er in onze mond ook goede matchen aanwezig zijn. Alleen krijgen wij minder media-aandacht aan de voetbal. En ook ja, in Antwerpen zijn er veel meer ploegen dan enkel Hoboken. Dus daarom dat er af en toe maar weinig volk is hier. Ja, die play-offs. Ja. ARB Hammen lijkt wel de kloppen ploeg. Inderdaad, ze staan al een heel jaar op kop en ik denk dat ze echt wel een heel sterke ploeg hebben. We zullen een sterk plantje moeten hebben om die te kloppen.